Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Impact. De komende 40 minuten gaan over Feyenoord. Volgens de trouwe supporters komt het snel weer goed, maar op dit moment is het mis met de trots van Rotterdam. Gisteren speelde Nederland tegen Wales. Bij Nederlands beste voetballer zat niet één speler van Feyenoord. De roemruchte club uit de Kuip die ligt al uit het Europacup toernooi en bungelt onderaan de Eredivisie. De bestuursleden die maken ruzie met elkaar en veel bewoners van Rotterdam-Zuid, vroeger hand in hand en massaal op de tribunes, die gaan nu liever naar hun caravan of volkstuintje. Vroeger was niet alles beter, maar Feyenoord wel. U ziet direct de oude helden Adrie van Malen, Jan Linssen, Eddy Pieter Schaafland en Willem van Hanegem. De bewoners en supporters in Rotterdam-Zuid, journalist Harry van Wijnen en natuurlijk de spelers van dit moment. Kijkt u naar 2 weken Feyenoord. Een stadion waar je komt, als je binnenkomt, als je de tunnel uitloopt, dan het doet je altijd wat. En ik denk dat het, ik ben Rotterdam en uit en hier en ik ben Feyenoord en uit en hier, dus ik denk dat het altijd wat zal blijven. Ik speel hier nu bijna anderhalf jaar, maar elke keer als je de trap aflopend in het veld opkomt, dan lopen bij mij nog altijd de rillingen over mijn rug. Ja, ik hoop dat ook zo te houden. Ja, het blijft gewoon een heel mooi stadion. Het is een prima voetbalstadion, of er nou veel mensen zitten of weinig mensen zitten. Dat is voor de voetballers natuurlijk wel leuker als er veel zitten, maar qua stadion blijft het natuurlijk gewoon een perfect voetbalstadion. Ja, ik sluit me ook aan. Ik voel me altijd als ik een trots als ik hier het veld op kom lopen. Ik heb echt een trots gevoel, die mensen klappen voor je en dat is gewoon te gek. In recordtijd gebouwd voor maar 1.200.000 gulden. Stalen degelijkheid. Na 51 jaar is er nauwelijks slijtage. Over de geschiedenis van het stadion en de voetbalclub verscheen onlangs een boek, De Kuip. Schrijver Harry van Wijnen over het ideale stadion. Een rond stadion, dat is de voorwaarde. Het moet rond zijn, het moet rond om het veld liggen. Niet vierkant, het moet geen hoeken hebben waar storm en winter heen gaan, zoals bij het Olympisch Stadion. Dat is technisch een monstrum. Het moet alleen al rond zijn om een sfeer, een intimiteit te scheppen. Dat is in het stadion hier gebeurd. En bezoekers moeten dicht op het veld zitten. Dat was destijds, toen het al dus hier zo ingericht is, was helemaal nieuw. Want in het algemeen zat men voor die tijd in zulke stadions ver weg van het veld. Maar het bijzondere heb ik zelf altijd gevonden, altijd in die periode waarin ik zelf onder de bekoring van het stadion ben gekomen. Dat het vroeger, toen ik het al zodanig niet goed gekend heb, een wonder van licht en lijnen is geweest. Een doorzichtigheid heeft gehad die architect daar toen in heeft aangebracht, die je niet meer kan terugvinden. Doordat de doorzichtigheid is weggenomen sinds het vandalisme allerlei eisen stelt aan, op de bestrijding daarvan, aan de veiligheid van het stadion. En men onder andere het grootste deel van het glas hieruit heeft moeten verwijderen. En helaas is het een wat somberder bouwwerk geworden sinds ze dat glas hebben vervangen door kunststof. En het van binnen niet meer zo mooi is als het ooit geweest was. En van buiten ook niet meer. Want je ziet al, alles wat ooit glas was, is nu, dat is vervangen door... Is dat wat we hier achter u zien? Ja, al die blauwe platen die je ziet, die hebben de schoonheid van het gebouw wel niet helemaal aangetast, maar toch ook niet verhoogd. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. Van
hagel en natte sneeuw bij de eerste aftrap in de splinternieuwe Kuip. Op tribunes 45.000 uitgelaten supporters. In de jaren 30 bezit Feyenoord een uitgebalanceerd topteam. Met voetballers als Puk van Heel en de langste doelman uit de vaderlandse geschiedenis, Adrie van Malen. Beroemd en berucht om zijn verre uittrappen. De uittrappen van Vermalen komen aan de andere kant van het veld vaak terecht bij de kleine linksbuiten Jan Linssen. Na een paar vlugge bewegingen en een loepzuivere voorzet verdwijnt de bal in het net van de tegenstander. Tussen uittrap en doelpunt liggen hoogstens 10 seconden. Een halve eeuw later herinneren de twee amateurs zich vooral de trouw van het legioen. Jan Linssen en Adrie Vermalen. Het aantal toeschouwers van destijds, dat was regelmatig was dat 35.000, 40.000 mensen. Dat was gewoon een happening als Feyenoord speelde. In Drommen gingen de mensen naar het stadion. Ja. In Drommen. Dat was feest voor de mensen. Tegenwoordig zeggen ze Feyenoord, maar we gaan niet meer kijken. Kijk wel uit. Dat is triest. Zware aanslagen op de benen van tegenstanders komen in de jaren 30 maar sporadisch voor. Ondanks zijn frelle lichaamsbouw is Jan Linssen 22 jaar lang de meest constante voorhoedenspeler van het vooroorlogse Feyenoord. Wat voor problemen zou Jan Linssen hebben met voetballen anno 1989? De hardheid. Het is veel harder geworden en dat ligt hem niet. Dat contact met de tegenstanders. Hij moest hebben van de langs heen flitsen, maar tegenwoordig is het zo, is dat een langs heen flits. Een pakketje wel even. Voetbal is een sierlijk spel, als het goed gespeeld wordt. En dan moet je de spelregels in je hand nemen natuurlijk, en dan moet je naar te werk gaan. Maar wat zit je nu tegenwoordig te kijken eigenlijk, als van de anderhalf uur voetbal, je ziet bijna anderhalf uur alleen maar vrije schoppen. Want bijna ieder duel is free kick. Er wordt een overtreding gemaakt. Er is haast niemand die meer probeert een bal op een normale wijze af te pakken van iemand. Er was geen speler in wiens koffer ze liever zouden dragen dan die van Jan Linssen. En voor hem trokken honderden jongens uit Zuid op de fiets naar Delft, Den Haag of Scheveningen. Jan Linssen was, zoals de jongensmond hem noemde, de fijnste voetballer die er was. En linksbuiten met de linkervoet even bedreven als met de rechter. Voor kenners was hij een technische voetballer. Wat zoveel betekende als iemand die het niet van zijn lichaamskracht, maar van zijn balvaardigheid moest hebben. Even technisch begaafd als correct tegenover de tegenstander, gedisciplineerd en begiftigd met een onaantastbare zelfbeheersing. Scheidsrechters hadden geen omkijken naar hem, want hij was de sportiefste speler die ze in Nederland kenden. In de 22 jaar die Jan Linssen in het eerste van Feyenoord speelde, een staat van dienst die hem het record in de hoogste klassen van het Nederlandse voetbal bezorgde, maakte hij nooit één overtreding. Nooit één overtreding. En ja. Nu, 1989. Ja, nu kan dat niet meer, hè? Nu kan het niet meer. De belangen zijn zo groot geworden, denk ik, voor het betaalde voetbal, dat ik ook spelers heb waarvan ik weet dat ze erg veel kwaliteit hebben aan de bal. Maar dat ze ook moeten zorgen dat ze een bepaalde verdedigende taak krijgen. En daar hoort op zijn tijd ook wel eens een keer een overtreding mee. En niet om een tegenstander te blesseren, maar om in ieder geval te zorgen dat je even tijd hebt om de organisatie te herstellen. Dus die tijd is echt geweest. Elke bal die in die 16 komt en die weggekopt wordt of half weggekopt, is voor ons. Of je speelt met de keeper, of je hebt balbezit. Martin sprint eruit, Tony sprint eruit, of Paul sprint eruit. Akkoord? Dus dat is hun opdracht. Zij spelen hem in, je houdt ze buiten die 16 en je wint dat duel. Hè? Ik denk dat je moet trainen zoals je wil gaan voetballen. Of dat je het ook om kan draaien. Je voetbalt zoals je traint. Dat hoort er gewoon bij. Je zit een dag voor de wedstrijd. Dat betekent dat de taken verdeeld zijn. Even heel kort heb ik je uiteengezet wat de bedoeling is. En dan moet je ervoor zorgen dat je inderdaad niet gepasseerd wordt. Of dat je een actie kan maken. En hoe je die actie ook maakt, maakt niet uit. Maar hij moet gemaakt worden. Het moet rendement opleveren. En dat je daar eens je handjes bij moet gebruiken. Of eens een keer iemand inderdaad neer zou moeten leggen. Ja, dat hoort erbij. Als het niet zo was, dan hadden we geen scheidsrechters ook meer nodig. Hè? Woensdagmiddag, 2 weken geleden, voor de UEFA Cup wedstrijd tegen Stuttgart, een intensieve veiligheidsinspectie in de Kuip. Ook dat hoort erbij in 1989.
Het is 4:15, ruim 4 uur voor de wedstrijd. Een bijna verlaten stadion. Bijna verlaten, want nu al drijven ME'ers de harde kern van de Stuttgart supporters in een zwaar beveiligd vak. Gedwongen opsluiting uit veiligheidsoverwegingen. Hij woont vlak bij de Kuip en heeft 40 jaar geen thuiswedstrijd gemist. René Moret. Nou, de favoriete spelers, dat is in ieder geval Koen Molijn. En dan Wim Jansen. En Pieter Schaafland, die heeft er ook altijd keurig gedaan. Vertel eens over Pieter Schaafland. Dat was een heer. Goedenavond. Een heer? Dat was echt een heer. Ja. En dat wordt ook een vaste keeper van Feyenoord. Dat luidt iemand anders. Hallo? Ja, dat wist je niet, hè? Hé, die Pieter Schaafland. Hé? Nou, dat is ook wat, hè? Ja, dat is ook wat. Ja, nou. Dat is... nog een keer een uitdrukking, ja, hè? Ja, ja. Dat is mogelijk. Kijk, daar heb ik nog een plaat. Ja, dat waren goede tijden. Meneer Moret blijft Feyenoord trouw. Dat is er tenminste één. Maar hoe dramatisch is volgens u de situatie op dit moment? Erg dramatisch. Ik zie dus dat er vanavond, ik hoop dat het een volle Kuip is, vanavond tegen Stuttgart. Ik denk het dus niet, want de mensen hebben geen geloof meer in Feyenoord. En dat geloof in Feyenoord is omdat het spelersarsenaal, wat ik dan voor mezelf vind, niet hoog geclasseerd is. Je hebt geen vereenzelviging meer van het publiek met een bepaalde speler. Hij noemde het dus straks Molijn. Nou, voor Molijn kwamen alleen al 10.000 mensen kwamen naar de Kuip. Die zaten aan één kant als Koentje aan die kant speelde. Dan waren die mensen daar en als ze de kans kregen om naar rust aan die kant te zitten, dan gingen ze daar naartoe. Ja, en dat is niet meer. Als ik het veld op kwam, dan werd de lijst door een heel ding geroepen. Nou, dat voelde je lijst. Dat was heerlijk. Dat is, en wat hadden ze met alle spelers. En dan de opstelling van Feyenoord. In de goal met nummer 1, Joop Hiele. Met nummer 2, Paul Noordam. Met nummer 3, hij is erbij, Tony Roots. Met 4, Marcel Brands. Jentje Mulder. Nummer 6, Dan Lokop. 7, Johnny Metgod. 9, Martin van Geel. Nummer 8, Martin van Geel. Voor het eerst dit seizoen is er sfeer in de Kuip. Ook de spelers zelf gaan er flink tegenaan. Tegen hun zin in blauwe tenues, toch bouwen ze zoals dat heet een veldoverwicht op. Dit tot ongenoegen van de harde kern van de Stuttgart supporters. Maar ook zij kunnen het eerste doelpunt van Feyenoord niet tegenhouden. Ook in de tweede helft kan Stuttgart-trainer Arie Haan momenten van vertwijfeling niet onderdrukken. Maar Kim Verbeek ziet de bui al hangen. Wel winst, maar niet genoeg om de volgende ronde van de UEFA Cup te halen. Een financiële strop. Feyenoord verdient in alle tijden succes. Het is een ploeg van grote klasse altijd geweest. Er is hier zat geweest. We zijn de rijkste club van Europa geweest. En ja, dat is helemaal weg. Ik wil niet zeggen aan de afgrond, maar dat we ver weg zijn hier bij Feyenoord. Dat is een ding wat zeker is. Maar dat komt heus wel weer goed hoor. Schouders eronder en kop erom en allemaal er hard voor werken en dan komen we er best uit. Ik vind het alleen jammer voor de trainer, voor Feyenoord, eerlijk waar, van Pim Verbeek. Ik vind het een hele sympathieke man. Ook wij die hier aan het hek staan, zegt hij ook goeiedag tegen. Hebben wij in jaren niet meegemaakt van een trainer die zo sympathiek en zo sympathiek overkomt. Ook voor, ik vind het erg als een jongen weg, het veld zou dat moeten ruimen voor een ander. Einde wedstrijd, einde UEFA Cup. Het stadion stroomt leeg, maar de harde kern van de Stuttgart supporters moet nog even wachten. Arie Haan over Pim Verbeek. Hoe lang blijft Pim Verbeek nog? Het hangt van de groep af, denk ik.
van niks anders. Als de groep blijft werken met hem en hem accepteert zoals hij is. Daarnaast natuurlijk ook wanneer ze dat doen. Laat zien dat ze dat willen. En dan kunnen ze alleen maar met succes. Dus als die ploeg zegt, oké, dat is onze trainer. Dan moeten ze het laten zien op het veld. En dan moet er aanstaande weekend moet een goede wedstrijd uit de bus komen. Dan moet er minimaal een punt gepakt worden. Ik geloof dat ze naar Roda moeten, als ik het goed heb. Dan laten ze dus iedereen zien dat ze met de trainer verder willen. De persconferentie na afloop. Volgens de Feyenoord-voorzitter is er nooit gepraat met een andere trainer. Wat hij vindt van de toekomst van Feyenoord. En er is geen enkele aanbieding of wat dan ook aan meneer de Ruiter gedaan. Een voorzitter die niet weet wat er achter zijn rug gebeurt. Voorbode van een bestuurscrisis die een week later tot aftreden leidt. En er is niemand binnen Feyenoord, ook niet binnen de bestuursgroep, die meneer Pim Verbeek wenst te beschaven. We hebben wel te maken met een andere verantwoordelijkheid en dat zijn de magere resultaten tot nu toe. Ten slotte laat de voorzitter zich tot een uitspraak verleiden die uniek is in het voetbalbedrijf. Wij maken dit seizoen hoe dan ook af met Pim Verbeek. Nou, ik hoop dat dan duidelijk is, maar dat is sowieso. Een sportverslaggever blijft doorvragen. Dus jij denkt dat nu voorgoed, voorlopig, althans voor zover voorgoed van sprake is, ja, de cirkelzagen opgeborgen zijn? Dat hoop ik wel. En in de voetballerij leef je natuurlijk met de resultaten, dat is ook niet zo moeilijk. Kijk, als je 4 weken geleden, als Verbeek toen ontslagen was, ja, dan hadden we niks kunnen zeggen, had Verbeek zelf ook niks kunnen zeggen. Maar toen stond het bestuur volledig achter Verbeek. 100% zouden ze achter hem staan en dan kun je nou uiteindelijk de goede kant op gaat, nu dat hij het op de rails heeft staan, wat wij allemaal denken, kun je hem nu niet meer ontslaan. Het is 11 uur en het stadion is bijna verlaten. Bijna, want de harde kern van de Stuttgart supporters zit nog steeds vast. Nu al 7 uur lang. Over een falend bestuur en de kater van de volgende dag. Voetbalprofessional Martin van Geel. Net in de afsluitende bespreking voor zo'n belangrijke wedstrijd dat er in een krant, een regionaal dagblad hier in Rotterdam, dat erin zou vermeld staan dat Verbeek ontslagen zou worden na de wedstrijd. Nou, dat viel als een bom natuurlijk in de spelersgroep. Dat kun je echt niet hebben in de voorbereiding op zo'n belangrijke wedstrijd. En toen hebben wij als spelers gezegd van nou zijn ze te ver gegaan. Nou kunnen wij echt ons beroep bijna niet meer uitoefenen, zo ver gaan ze. We moeten nu eens eigenlijk duidelijk naar buiten treden wat wij ervan vinden. En dat hebben we dus na die wedstrijd gedaan. Maar er is nog een falende instantie. Ja, je ziet voetballen of je leest kranten. Je bent er ook wel tot de veronderstelling gekomen dat het een stuk beter gaat dan 14 dagen, 3 weken geleden. En dan mogen jullie ook wel eens wat positiever over schrijven. Dat is zeer belangrijk. Ja? Ja, dat kan wel. Heeft een hele dikke vinger in de pap hoor. Ze maken een ploeg of ze breken hem. Nou, fijn, dat hebben ze gebroken voor loop van de tijd. Simpel toch? Rotterdam-Zuid, vanouds toeleverancier van Feyenoord supporters. Het is niet meer het stadsdeel dat het nooit geweest is. En dat verkleefd was met de club. En de club getrouwd met het stadsdeel, want in die beide verhoudingen is er een zachte verandering opgetreden. Het stadion is daardoor voor een zeer groot deel geïsoleerd geraakt. En de buurt, zoals ik die heb gekend 40 jaar geleden, leeft niet meer mee met Feyenoord. De middenstanders, die destijds bijna van deur tot deur lid waren van de club en dat kenbaar maakten aan biljetten waarop stond dat je op vertoon van je lidmaatschapskaart korting kon krijgen bij alles wat je daar kon kopen. Dat is er helemaal niet meer. Dus de bindingen tussen de stad en het stadion, tussen dat stadsdeel en de club, die zijn verdwenen. Rotterdam-Zuid. De bevolking is sterk van samenstelling veranderd en vergrijst. Over de reputatie van die wijk in de glorietijd van Adrie van Malen. Nou, door de andere mensen van Rotterdam. Nou, dat was wel een beetje minachtend hoor. Nou, als je van Zuid kwam, dan haalde ze de neus al een klein beetje op. Zeg van Zuid, woon je op Zuid, zei dan? Of het Overmaas, hè? Nou ja, dat was verschrikkelijk. Ja, maar de mensen waren hier nooit geweest. Hè? Dat was echt hier het werkdeel van de stad. En de andere kant, de rechter Maashoever, die voelden zich daarboven verheven. Dat zat meer de kantoorpersoneel en de middengezag hebben de betere middenstand. Maar hier werden de centjes verdiend voor Rotterdam. Dat vergat men natuurlijk wel eens een keer. Hè? Is Rotterdam-Zuid iets anders dan Rotterdam?
natuurlijk. Ja, ik vind hem wel. Ja, maar voetballer, natuurlijk. Dat is altijd een arbeidsploegje geweest hier van de Afrikaanse plein. Kom maar zo'n best zijn ze begonnen. Ja, daar gingen mijn vader en mijn moeder gingen er al naartoe altijd. Wij als kleine jongens gingen mee. Nou, de laatste tijd doen we dat niet meer, gaan we niet meer. Wat heb je daar nou te zoeken? Want of je krijgt een mes in je rug, of een ketting, of een entijzer, of een fles bier. Ze staan boven op je kop te zeiken. Ja. Hoe gingen jullie er naartoe? Lopen. Lopen. Pilsje kopen. Pilsje voor de wedstrijd en pilsje na de wedstrijd, om een beetje na te praten natuurlijk, ja. Over de wedstrijd natuurlijk. En niet eten ze verloren hadden. Ja, nou, gekheid. Ja, nou, maar je had hem zat hoor. Het is 4 van zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Een thuiswedstrijd van Feyenoord en zeker tegen Ajax betekent vele duizenden bezoekers op weg naar het stadion. Ze worden met extra treinen aangevoerd en tot vlak bij het stadion gebracht. Tientallen trams zorgen voor het grootste deel van het vervoer van de rechter naar de linker Maashoeven. En als de dienst van de dichtbijzijnde kerk is afgelopen, haasten venen zich naar het voetbalveld. Voeten, duizenden voeten in Rotterdam-Zuid, richting Stadion Feyenoord. Hoe was het hier in het café vroeger? Heel goed, want ging ik 's morgens om 11:30 open en dan kwamen de mensen en dan gingen ze gezellig met z'n allen naar voetballen toe. Dan kwamen ze allemaal ook gezellig terug. En nu is het zo, nu ga ik soms om 4 uur open in plaats van om 12:00, want ik kom helemaal geen keer bekijken. Dat is het punt. Dus ook zakelijk is het een aanvulling geworden voor ons. Vertel dus wat over die sfeer toen. Ja, sfeer. Ja, je weet wat sfeer is. Ze kwamen binnen, die moesten een Feyenoordbandje op. En dan ging iedereen geen hard mee staan te zingen. En met zo'n 12:30 had je soms een polonaise in de zaak. Dan gingen allemaal gezellig allemaal naar het voetbalveld. En ze kwamen allemaal weer gezellig terug, allemaal in de moed. Maar ik zeg al, het is gewoon open op het moment. Milaan, die tijd namelijk. Milaan zelf en die finales, ja, dat zijn de onvergetelijke dagen. Het hele stadhuis, het stadhuisplein vol stond. Mensen met tranen in de ogen, dat is gewoon grandioos. Hoe was het toen hier? Ja, toen zat ik hier zelf nog niet in, maar hier gekkenhuizen waren. Ja, elke wedstrijd was een gekkenhuis. Ja. Mei 1970, het mooiste uur uit de geschiedenis van Feyenoord. De club heeft de Europa Cup gewonnen. Een kolkende zee van uitzinnige supporters huldigt de helden voor het stadhuis op de Coolsingel. Sportieve hoogtepunten zijn er sindsdien nauwelijks meer geweest. Het overmaat van ramp dient zich in de jaren 80 nog een fenomeen aan dat veel bezoekers afschrikt. We hebben hier ook trainingsochtenden gehad. De grootarts die van Ajax naar Feyenoord kwam, waren er wel 4.000-5.000 mensen alleen als met de training te kijken. Ja. Nou, wat is er over gebleven hier een beetje? Door vandalisme ook hoor. Ja. Daar moet je ook rekening mee houden. Er zijn een hoop mensen op leeftijd die komen mee. En dat doe ik voor de jeugd. Maar ik hoor steeds over vandalisme. Is dat nou echt de reden? Nou, ja, zeg maar 50% zeker. Ja hoor. En ze durven van me niet meer. Als er een belangrijke wedstrijd is, dan denk ik, nou, zou ik gaan of zou ik niet gaan? Die zit altijd in de tweestraat. Enkel door de rotherrie. Ik kom wel eens oudere mensen tegen zo op straat en die ziet je dan nog wel eens aan. En dan zeggen ze, God, die ga je om de voetballen? Zeg ik, nee, zelden. Jullie? Oh nee, kijk maar uit. Het is schandalig, hè. Dit wat er gebeurt hier, wat eigenlijk zonder gebeurt, dat is vreselijk. Dat is de ondergang van het voetballen, hoor. Zo zie ik dat voorkomen. Het is me 5 en een paar weken geleden gebeurd dat die mensen de ongenoegen kenbaar maakten door op het veld te komen. Dat kan toch niet? En er stonden daar politie, daar staat daar politieagenten, ja. met honden staan die daar. En als die honden blaffen hard, maar ze bijten dus schijnbaar niet. Ik, als ik zo'n dingen heb, laat die hond even los hoor.
En dan zegt hij, ja, maar dan ben je nog niet klaar, want die honden verscheuren je. Je moet er maar niet op het veld komen. Fortuna scoort 2-0 en dan gebeurt iets wat ik eigenlijk nooit van mijn leven meer mee hoop te maken. Maar waar ik wel erg veel van geleerd heb. Dat zulke dingen toch ook kunnen gebeuren die je toch niet echt in de hand hebt. Niet zozeer wat op het veld gebeurde, maar meer de hele entourage, het hele gebeuren in die spelerstunnel in de kleedkamer. Dat maakt een indruk op je die, ja, die is niet zo makkelijk weg te dringen. Dat doe ik dan toch wel. Ik denk dat dat leed ook alweer geleden is. Maar het is wel iets wat je meegemaakt hebt en wat ik eigenlijk denk ik de rest van mijn leven zal onthouden. Nu lijkt er meer commotie na afloop van het incident te zijn geweest om uw gedrag dan om wat er werkelijk gebeurd is. Ja, daar heb ik me ook hoogst wat over verbaasd. Het is mij zelf nog kwalijk genomen. Heb ik van vele kanten gehoord dat ik zo gereageerd heb. Dat schijnt niet te mogen. Je moet dan gewoon zeggen van ach, daar moet je maar mee leren leven. En die paar jongens die het veld opkomen. Ja, ik denk dat dat zo niet werkt. Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Als zoiets nog een keer gebeurt bij Feyenoord, dan denk ik dat het afgelopen is met je club. Ik denk dat iedereen daar maar eens heel goed bij stil moet staan. En ik denk dat zoiets gebeurt, dat heel veel mensen ook gewoon thuis houdt. Mensen die eigenlijk toch heel graag wat willen gaan kijken. Ja, en als ik dan zulke dingen ook voel en meemaak, dat ik denk van ja, dit is het voor mij niet. Ondanks dat ik natuurlijk bij een voortreffelijke club zit, ja, wil ik zulke dingen toch eigenlijk niet meemaken. De groep probleemsupporters van Feyenoord wordt kortweg aangeduid met vak S. Het is zoals onlangs de trainer van Ajax op de televisie zei, Beenhakker, die hier vandaan komt, dat het voetbal op een monsterlijke wijze is veranderd, de hele entourage, doordat al die veiligheidseisen grimmigheid aan die stadions hebben gegeven. Niet alleen dit stadion, want eigenlijk valt het hier nog wel mee, maar vooral de kleinere stadions. En dat is een Ajax dan. En ja, dat was in de tijd dat het gebouwd werd natuurlijk helemaal niet het geval. Je liep overal doorheen en je kon van voren naar achter lopen zonder dat je gehinderd werd door één hek. En nu word je niet alleen door hekken gehinderd, maar ook door de afschuwelijke, lugubere, symbolische afschrikkingsmechanismen die ze daar omheen gebouwd hebben. Want ze hebben een fortuin aan afschrikkingstechnologie in zo'n stadion aangebracht. Om wat Leo Beenhakker zei, misschien 50 jongens af te schrikken. Daar wordt het allemaal voor gedaan. Kerkrade vorige week dinsdag. De aankomst van vak S. De supporters zullen een gewone competitiewedstrijd tegen Roda JC bijwonen. Voetbalrecreatie anno 1989. 62 voetbalsupporters omringd door 45 man ME en een stuk of 12 honden op weg naar het stadion. Weer gaat het mis met de Rotterdammers. De meest alerte Feyenoorder op het veld is trainer Pim Verbeek. Als dank voor het verlies van een vrije avond beschikt de ME over de mooiste plaatsen. Vak S is veilig opgeborgen achter tralies. Thank you.
De eerste helft is nog jong als het eerste doelpunt van Roda valt. Vak S in de rust. Een poging tot een gesprek. Er is toch een woordvoerder van deze supporters. Ik wil het gedrag van sommige supporters absoluut niet bagatelliseren. Maar anderzijds wil ik absoluut waken voor het beeld dat het allemaal wilde, volkomen losgeslagen asociale beesten zijn. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. En er zijn meerdere bronnen die dat kunnen bevestigen. Het beeld van lage, sociaal arme milieus, laag geschoolde, laag opgeleide, slecht opgevoede jongeren zonder werk, dat is echt achterhaald. Bij ons werkt bijna iemand en er zijn veel goede banen ook bij. Ik bedoel, er lopen bij ons ook afgestudeerde meesters in de rechten en doctorandes rond. Een gelukstreffer, 2-0 voor Roda. Bij alles wat Feyenoord is, daalt de stemming ver onder het nulpunt. Een groot man uit de Feyenoord-historie heeft zich danig zitten ergeren. Ik denk dat wij meer toch clubgebonden waren. Dat wij toch van die club hielden. En ik denk dat deze spelers... als ik ze ziet lopen, sommigen denk ik, het zal ze naar worst zijn hoe die club vergaat. Hoe ziet u dat? Hoe ik het zie? Nou, aan hun manier van lopen gewoon. Kijk, dit is niet de eerste wedstrijd die ik gezien heb. Ik heb nog een wedstrijd gezien, of nog twee wedstrijden. Dan kreeg ik echt het gevoel of dat het oud Feyenoord was. Ik doe mijn best. Mijn spelers doen naar vermogen en dan worden er fouten gemaakt. En ja, degene die de minste fouten maakt, die wint vanavond. En dat is zo werkt het in het voetballen. En als men mij daarvoor verantwoordelijk stelt, dan klopt dat. Want ik ben ervoor verantwoordelijk of ik me schuldig voel. Nogmaals, ja, uiteraard. Ik moet zorgen dat ik goals maak en ik moet zorgen dat ze geen goals tegenkrijgen. Dus als je het echt op de keepers beschouwt, dan ben ik natuurlijk een schuldige man. Zo werkt het in het voetballen. Wij speelden toen een Europa Cup wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. En we kwamen uit de trainingskamp en je komt naar zo'n stadion en je ziet de lichten en je ziet dan ineens al die mensen lopen en er zaten er 45.000. Nou, dan moet er iets bij je van binnen gaan bloeien, zeg maar. Maar als je dan de spelers zag zitten, dan leek het net een stel dode mussen. Dan, dat begrijp ik niet. Bij mij komt er dan een soort kippenvel op en dan ga je haar een beetje overeinstellen als je dat ziet. Kleine jongen kom ik altijd al met mijn ooms vanuit het Brabantse land hier naar Feyenoord kijken. En dat heb ik de goede jaren nog gezien. En toen was Wim van Hanegem was gewoon mijn idool. Mijn hele slaapkamer hing vol met foto's van hem. En ik dacht dat ik toen zo'nzelfde soort voetballer zou kunnen worden. Ik dacht dat ik het dezelfde kwaliteit in me had. Maar later, toen ik dus tegen hem ging spelen, ik heb nog tegen hem gespeeld toen hij bij Utrecht voetbalde en zo. Toen bleek dat het gewoon een hele andere voetballer was, dat hij zeer goed linkerbeen had. En dat is dan wel een vergelijking met mij, maar hij had veel meer kracht. Hij was in de lucht, was hij sterker. En had hij puur over mijn lijk mentaliteit, had hij dus ook. En dat zijn dingen die bij mij een beetje te wensen overlaten. Zo simpel is het. Als ze een mooie bal geven in Utrecht, hebben ze voor de hele bus hebben ze genoeg gedaan. Nee? Vandaag nog. Ze zijn altijd ziek. Nee, jullie weten dat niet, maar toen het uit, dan hadden ze wat, dan kwam die trainer erbij, want je pompen, schoppen onderuit en lopen. Maar als ze nou wat hebben, want je, dan gaan ze gelijk een paar weken de ziekenvoer in. Nou, en ik heb toen het uit nooit gehoord dat een speler geblesseerd was. Nog nooit. Feyenoord,
Er is maar één troost. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan. En tot zover Impact voor vanavond.